De vuurstapelstrijd is beslecht. De politie Den Haag heeft vannacht laten weten dat de brandstapel op het Noorderstrand als eerste de 35 meter heeft bereikt. In Duindorp legt ze zich echter niet zomaar neer bij die uitkomst. Wat betreft de Duindorpers is morgenmiddag pas officieel het meetmoment. Ondertussen is Scheveningen gestopt met bouwen. Gisteravond hebben we de hoogte gehaald, dus we zijn een echte winnaar zijn we. En toen kregen we ook de opdracht om niet meer omhoog te gaan. Want hoger dan 35 meter mogen de vreugdevuren dit jaar niet worden. Waar Scheveningen de winst claimt, zegt Duindorp dat de strijd nog niet voorbij is. Alleen maar een eind weg, nog 31 december. Nou, die regel is gewoon dat je tot 35 meter gaat en dat wordt opgemeten op 31 december en dan gaan we kijken. Maar dan heb je straks misschien allebei 35 meter gehaald? Nou, dan geven we allebei maar een moorkop. Dan hebben jullie allebei gewonnen? Dan hebben jullie allebei gewonnen. Klein beetje onsportief. Het is wel te verwachten dat ze dat zouden gaan zeggen. Wij zijn nu echt de winnaar. Hun hadden gehoopt op de volgende ster. Nou goed, die hebben ze nou dit jaar niet gehaald. Na 4 jaar het aan te hebben moeten horen dat we tweede zijn geworden, waren we het echt helemaal spuugzat. En wouden we gewoon heel Nederland en heel de wereld laten zien dat wij net zo goed zijn als Duindorp, of beter zelfs. Dus voor ons is het een hele grote prestatie en daar zijn we eigenlijk best heel erg trots op. Grootste of niet, morgennacht is het vreugdevuur van Scheveningen live te zien op Den Haag TV. Mis het niet!